Ja, Rosina Holder, wat een pech. Gebeurt niet veel mensen. Twee keer in korte tijd je arm breken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, hoe doe je dat? Hè? Nou ja, in december gebeurde het door een val, zeg maar, over de horde. Dat was een trainingstage in Zuid-Afrika. Pech, omdat ik gewoon echt plat op mijn onderarm kwam. Daar in Zuid-Afrika geopereerd. Uiteindelijk, goed terug. En dat ging onwijs goed. Zelfs een paar wedstrijden nu gedaan. En ik kwam echt in vorm afgelopen weekend. Ik finishte na de laatste horde iets te vroeg. Dus ik nam mijn laatste pas eigenlijk over de finishlijn. En ik maakte echt een snoekduik. En nooit gedacht dat ik natuurlijk dit weer zou breken. Maar het is niet dezelfde plek, maar het is net boven de plaat. En dat is vaak toch het zwakke gedeelte. Dus ja, de kans was dan groter dat je dan daarboven iets zou breken of daaronder. Ja, en dat is helaas gebeurd. Want zat er eerst nog zoveel adrenaline in je lijf dat je het nog niet echt direct door had dat het weer helemaal mis was? Nou, het gebeurde al vrij snel dat ik in de gaten had dat het niet goed zat. Maar eerst zit je onder de schaafwonden en ben je geschrokken. Ja, en dan besef je eigenlijk van oké, dit voelt niet goed. Het voelt hetzelfde als toen die tijd. Ja, en dan baal je alleen maar. En dan denk je alleen maar bij jezelf na van waarom finish ik nou zo, weet je wel. Dus je bent heel realistisch en dan uiteindelijk ben je heel bedroefd. En het was wel lastig. Want dit was een hele belangrijke periode voor je. Want je probeert je nog te kwalificeren voor de Olympische Spelen. En in eerdere instantie nog voor een Europees kampioenschap in Amsterdam. Dat moeten nog hoogtepunten worden in jouw carrière, toch? In de herfst van je carrière zit je. Besef je dat direct op het moment dat je valt van hey, het zou zomaar eens helemaal over kunnen zijn? Ja, zeker. Dat was ook echt gelijk mijn gedachte. En daarom ook was ik zo bedroefd. En dacht ik van nou, dit is allemaal nog zo kort bij. Dit is misschien wel gewoon een kansloze missie. Dus ja, je bent best wel pessimistisch. En ik dacht wel gelijk aan het EK en de Olympische Spelen dat het voorbij zou zijn, ja. Maar volgens mij ben je een erg optimistisch persoon en volgens mij glooit er weer hoop, hè? Ja, gelijk na de operatie had ik zoiets van, je hebt niet voor niets al die tijd zo hard gewerkt. En gelukkig ook al mensen om me heen die heel positief waren. En denk ik, ja, ga ervoor, weet je, je hebt niks te verliezen. Ja, je kan opnieuw je arm breken, nou ja, en dan? Ja, dan is het natuurlijk gelijk helemaal klaar. Dus per dag moet ik het gewoon bekijken, maar ik heb al voor mezelf echt wel een plan. En maar kijken of het werkt. Hoe realistisch is het dat je in eerste instantie op het Europees kampioenschap in Amsterdam uit gaat komen en eventueel ook nog zelfs op te spelen? Ja, het EK is dus half juli, pardon. En daar moet ik me binnen 3 weken nu voor kwalificeren. Dus dat is vrij rap. Dus of dat realistisch is, vind ik heel moeilijk nu te zeggen, aangezien ik wel gewoon goed ben met mijn benen. Ik was gewoon in vorm. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk per dag kijken of alles samenwerkt. De Olympische Spelen, dat is dan een iets verdere moment. De limiet is daardoor wel wat strakker natuurlijk en wat strenger, omdat het de Olympische Spelen is. 12,90, ik heb 12,89 gelopen 2 jaar geleden. Ja, ik heb wel het idee dat ik het kan lopen, omdat ik best wel dat nieuwe techniek heb aangeleerd gekregen. Dus ik heb het idee dat het mogelijk is, maar in zo'n korte tijd, dat is echt dan een uitdaging. Ja, maar het wordt een ultieme droom dan eventueel voor je, hè? Want je hebt veel gewonnen in je carrière. Nogmaals, ja, je carrière bevindt zich toch een beetje in de herfst. Dus kortom, wil je nog een keer naar de Spelen? Ja, dan zal het moeten. Rio, augustus. Ja, zeker. In 2004 ben ik natuurlijk al geweest met estafette. Maar mijn ultieme doel is dus eigenlijk individueel op de Olympische Spelen in Rio. Ja. Ja, en daar moet je je dan eventueel nog voor kwalificeren. Heb je dan wel een beetje nu in het schema gekeken waar de kansen zijn om je eventueel te kwalificeren? Welke wedstrijd je dan moet gaan lopen? Elke week is er een wedstrijd. Dus op zich zijn er momenten genoeg. En hier en daar ook door de week zal ik even moeten overleggen met manager. En ja, dus wat dat betreft zijn de kansen genoeg. Maar het is allemaal wel heel kort. Wat kan je nu? Ik zie dat je arm is in ieder geval in de manchette. Kan je ook iets? Kan je daadwerkelijk trainen zonder een echte wedstrijd nu te lopen? Ja, zeker. Ja, zeker omdat mijn benen gewoon goed zijn. Ik heb toevallig gisteren ook alweer op de crosstrainer gestaan. Ik heb vandaag alweer een interval op de fiets gedaan.
Ik moet een beetje oppassen, want ik ben natuurlijk zondag geopereerd en ik ben 2 dagen pas verder. Narcose zit nog in je lijf, dus ik merk wel dat ik snel moe word. Dus, maar ik probeer het wel te onderhouden dat het niet een grote stap wordt als je echt op de baan in actie komt. En dat je pezen daar niet aan gewend zijn. Dus ik probeer elke dag eigenlijk wel wat aan conditie te werken. Volgende week maken we echt een plan om ook echt daadwerkelijk op de baan wat dingen te doen. Maar ja, voor nu is het dus elke dag een beetje bekijken wat ik kan. En hopen dat ik zo snel mogelijk dingen kan. Ja, en hoe zit je mentaal in elkaar? Hoe heb je dat vorige keer ook gemerkt? De eerste wedstrijd die je gaat lopen, ben je dan nog angstig? Heb je nu misschien, denk je, toch ook weer angst op het moment dat je weer op de baan zit, dus om opnieuw te vallen op het gewricht? Ja, heel veel mensen die denken dat en die zeggen dat ook. En die zeiden dat ook toen ik alweer heel snel begon na mijn eerste breuk. En die waren eigenlijk verbaasd dat ik al zo snel in actie kwam. Maar ja, angst heb ik niet zozeer om te vallen. Dus dat is denk ik wel positief. Ik heb het wel in mijn achterhoofd en ik heb het nog wel eens vaak met mijn vriend over. Van ja, wat als, weet je wel. Het zou wel echt een domper zijn. Dus je praat er wel over. Dus het zit wel ergens ver weg. Maar ik denk dat ik, als ik eenmaal over die hordes ga, dat ik dat snel vergeet.